At jij gisteravond een klassieke Vlaamse maaltijd met vlees, aardappelen en groenten? Of stond er boekweitpasta met edamamebonen en noten op het menu? In beide gevallen kreeg je hopelijk voldoende eiwitten binnen om je hele lijf op te bouwen en in stand te houden. We eten met z'n allen steeds vaker flexitarisch. Dat wil zeggen dat we naast vlees, vis en zuivel keuze willen uit een ruim aanbod plantaardige eiwitalternatieven. Het Vlaamse Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek ILVO investeert in expertise en machinerie om ondernemers op weg te helpen die business zien in deze groeiende markt. We merken dat die markt van die nieuwe eiwitbronnen dat wel booming is. Dus er komen heel wat vragen van de voedingsindustrie. Dat zijn vragen over hoe zij met die producten moeten werken. Dat zijn technische vragen. De klassieke eiwitbronnen, zoals vlees, vis, ei, daarvan weten ze wel wat er gebeurt als ze dat gaan verhitten of in een product gaan verwerken. Maar voor die andere eiwitten, die nieuwe eiwitten van algen of plantaardig, van erwten of soja, of zelfs van insecten, hebben zij minder een idee wat er gebeurt eigenlijk tijdens het processing. Omdat enerzijds de hoeveelheid eiwit in dat product is anders. In een klassiek stuk vlees of vis zit er 20-30% eiwit. In die algen of die andere plantaardige eiwitten is dat een ander percentage, ligt meestal lager. Het type eiwit is ook anders, dus ze hebben andere functionele eigenschappen. Dus het is niet zo eenvoudig om dat één op één te gaan vervangen in een product. Dus op al van die vlakken krijgen wij vragen en proberen wij de bedrijven hier in onze foodpilot te ondersteunen. Als je als voedingsbedrijf een breed gamma wil met alternatieve en goed gebalanceerde eiwitten, dan is dat eenvoudiger gezegd dan gedaan. De smaak, het mondgevoel, de verwerkbaarheid, de textuur, de nutritionale waarde, dat is bij eiwit uit peulvruchten, insecten of algen anders dan bij dierlijke eiwitten. Zowel de plantaardige als de algen, als de insecten, biedt heel wat potentieel. Maar natuurlijk, er moeten heel wat, nog wat technische vragen opgelost worden of technische uitdagingen die we moeten trachten op te lossen voor we echt een volle van die nieuwe markt kunnen gebruik maken. In de Foodpilot in Melle, een publiek gefinancierde proeffabriek van ILVO en Flanders Food, wordt voor ruim €500.000 in nieuwe machinerie geïnvesteerd om hieraan tegemoet te komen. We hebben dus als eerste hier geïnvesteerd in deze innovatieve onderzoekslijn, waarvan het eerste deel, de High Moisture Extruder, hier al aanwezig is. De extruder is eigenlijk een texturatieproces, waarbij dat een eiwitpoeder in losse vorm in het toestel gebracht wordt. Dat wordt eigenlijk gemengd met water. Daar wordt dan een drukprofiel opgeplaatst en nadien een koeling. En dan gaat je eigenlijk een getextureerd eiwit krijgen met een vezelachtige structuur. En dat product kan dan verder verwerkt worden in bijvoorbeeld plantaardige alternatieven voor hamburgers of chicken nuggets bijvoorbeeld. En nu, in de nabije toekomst, gaat er eigenlijk ook nog een ganse extractielijn komen om eigenlijk van de grondstof tot het opgezuiverd eiwit te komen. En op die manier kunnen we eigenlijk de volledige keten, gaande van de rauwe grondstof tot het verwerkte eindproduct, hier gaan aanbieden in onze foodpilot. De allereerste stap naar een volledige Vlaamse alternatieve eiwitketen speelt zich natuurlijk af op onze boerderijen. Vinden we veehouders die de kweek van insecten of algen overwegen? En vinden we landbouwers die de sprong durven wagen naar een peulvruchtgewas in plaats van bij de klassieke teeltrotatie te blijven? Dus we merken dat vanuit de consument dat er een stijgende vraag is naar meer diverse eiwitten. Die eiwitdiversificatie die start bij de primaire productie. Momenteel worden er in Vlaanderen wel al peulvruchten geteeld. Denk maar aan de veldert, aan de veldboon. Maar er is zeker opportuniteit ook voor andere peulgewassen. Er is een stijgende vraag vanuit de verwerkende sector naar bijvoorbeeld kikkererwten, linzen. Maar natuurlijk moeten we eerst nagaan, kan die teelt hier rendabel zijn? En kunnen we goede kwaliteit verkrijgen die gewenst is door de verwerkende sector?
De oudere mensen onder ons zullen zich dat beter herinneren. Erwten en bonen hadden we hier in Vlaanderen heel vroeger op vrij grote schaal. Ze werden geteeld als natuurlijke bemester omdat ze stikstof uit de lucht kunnen halen en een deel daarvan achterlaten in de bodem. Landbouwers proberen de teelt nu terug in de vingers te krijgen met de hulp van onderzoekers. Het zijn de details die belangrijk zijn van hoe moet je zaaien, hoe diep moet je zaaien uiteindelijk. Wat kan naar mechanische onkruidbestrijding dan, het wiedeggen of het schoffelen, zijn beide mogelijk of niet. En uiteindelijk zit je dan ook wel in die oogstperiode. Ja, het lijkt evident, maar wanneer is het juist rijp en, of te veel rijp en zo? Dus ik had bijvoorbeeld haver gezet ook het laatste jaar. Wanneer is dat juist rijp? Weinig mensen kunnen dat zeggen. Zonder het vocht te meten is dat niet zo evident. Dus het zijn soms wel details, maar die toch wel van belang zijn om de teelt te optimaliseren uiteindelijk. Hè, ja. De optimalisatie is belangrijk binnen Vlaanderen om dat rendement wel te halen. Hè. En om het risico ook te beperken uiteindelijk in de volledige teelt. Hè. Samen met de partners UGent, Inagro en Hoogent organiseerde ILVO onlangs een contactdag over peulvruchten. Ruim 50 ondernemers kwamen kijken naar de afrijpende kikkererwten, linzen, veldbonen, nierbonen, soja en edamame. Het enthousiasme om met lokale peulvruchten aan de slag te gaan is groot. En dat bij alle schakels die nodig zijn om een lokale keten te vormen, van veld tot bord. Het opschonen of triëren en eventueel drogen is zo'n schakel. Ik denk dat ons aandeel niet te onderschatten is. De meesten inderdaad vergeten ons. Maar wij zijn dus de schakel van de landbouwer. Dus van het moment dat het geoogst wordt tot dat het verwerkt kan worden. Wij doen alles daartussen. Wij ontvangen hier lokaal dan bonen van de lokale landbouwer. Die worden droog geoogst of zo droog als mogelijk. Die komen bij ons, wij beluchten die, wij bewerken die om verder te drogen. Wij reinigen die volledig na of schonen die volledig, zodat alle onzuiverheden van steentjes, stof, vlekjes, halve, al wat niet hoort in een mooie boon te zitten, halen wij eruit en dan doen wij die stappen verder, verpakken wij die en gaan wij naar de verwerkende industrie, naar de kenners, naar soepfabrikanten en dergelijke, kleinverpakkers. Ons bedrijf is een bedrijf dat eigenlijk vegetarische producten maakt aan zich, voedingsproducten. Dus onze grondstoffen zijn eigenlijk zeer wijd. We hebben meer dan 250 grondstoffen. En onze doel is eigenlijk om steeds meer lokale grondstoffen te telen. En gezien de geschiedenis van wat er nu gebeurt, het belang van plantaardige voeding, is het ook duidelijker geworden dat eiwit, een belangrijke vervanger van wat eiwit in dierlijke grondstoffen zit, dat dat ook wel gesourced wordt en dat dat ook wel gebruikt wordt. In 1992 was ik eigenlijk een wereldbewoner, alleen maar om eigenlijk aan alle verschillende ingrediënten te geraken. Steeds meer wordt er ingezet op nieuwere teelten, ook lokaal. Eén daarvan is het sojaproject. Maar dan voor menselijke voeding. Dat is denk ik dat een hele belangrijke voor ons. Waarom? In soja zitten de 8 essentiële aminozuren, de echte bouwstenen die opneembaar zijn voor het menselijk lichaam. Dat zijn nieuwe gegevens. Gegevens waarmee je kunt dingen gaan doen, waarmee je dingen kunt creëren en ze onderbouwen op een zeg maar wetenschappelijke manier. Die wetenschappelijke steun wordt dus onder meer geboden door ILVO. Opnieuw van veld tot bord. In de Foodpilot zijn ze al bezig met smaak- en bereidingsexperimenten, onder meer met hamburgers waar én echt vlees én plantaardig eiwit in zit. De zogenaamde hybride hamburger. En dat is dan hetgeen wat uit de extruder komt, dus een getextureerd eiwit, dat we dan verder kunnen gaan verwerken. En hier heb ik eentje open gedaan, waarbij dat je dus duidelijk kunt zien dat je een vezelachtige structuur krijgt, die eigenlijk een nabootsing is van de eiwitstructuur die je ook in vis- en in vleesproducten kunt vinden. Hier hebben we het voorbeeld van de soja staan, maar dat kan perfect ook met andere eiwitpoeders gebeuren. Bijvoorbeeld hier hebben we het voorbeeld van het eiwit, het erwteneiwitpoeder, het zonnebloempit eiwit en dan ook het pompoenpit eiwit. Je ziet ook, daardoor kunnen wij een variatie aan type structuren krijgen, want die structuren die zijn eigenlijk anders.
dan hetgeen je krijgt bij soja. En ook de kleur is anders. Wat ons ook toelaat om een variatie in producten, in eindproducten te gaan krijgen. We nemen altijd controleproducten mee. We hebben hier gewone vleeshamburgers die we als controle meenemen. En hier zie je dan de hybride vleesproducten waar 30% van het vleeseiwit vervangen is door pompoenpit-eiwit. En hier zie je eigenlijk een chicken nugget type waar eigenlijk 30% van het eiwit vervangen is door zonnebloempit-eiwit. Als we het controleproduct bekijken. En dan gaan we kijken naar de hybride hamburger met 30% vervanging. Je ziet dus wel duidelijk dat er een kleurverschil is als je echt naar het referentieproduct gaat kijken. Maar dat kan geen kwaad op zich. Maar het belangrijkste nu waar we naar streven is echt dat smaak heeft en textuur heeft die analoog is als aan een vleeshamburger. En ik denk dat je ook wel kunt zien dat vooral naar structuur toe doen dat we daar zeker in geslaagd zijn. Toch wel een geslaagde eerste stap naar een alternatieve hamburger.